ziet te staan. Maarten Super. Tamari die mag wel vaker rechter flank afgaan. Dan komt Messier naar binnen. Dat is ook een, misschien een tegenzet tegen Mark Brijs om Ngawa. Norden doet dat goed. Zoa legt die bal niet goed af. En Hubert pikt op. En nu Henri die gaat. Geen buitenspel. Mag verder gaan. Thomas Henri. Henri op koffie af. Naar zijn linker. En dan plaatst hij hem binnen. Nee, nog van de lijn gered. Door Boka. En uiteindelijk toch buitenspel gevlacht. Goed uitgedraaid dit. Van Olinga. En dan het foutje. En nu weer een opstootje. Het zoveel snel. En weer al Tamari die ertussen zit. En deze keer met Olinga. Soa. Tegen de ruimte. Soa. Goed balletje. Op Mercier. Mercier nog eens afleggen. En nee, net niet Henri. En die bal gaat voorlangs. Mercier en Soa. Goeie 1-2. Goed balletje van Soa. En dan zoekt hij Henri. En dan vindt hij hem net niet. Weer Mercier op rechts. De tweede keer al dat hij daar is. Hij was vrij nogthans. Dit doet Bakic goed voorbij Mathieu Maartens. En ook het overzicht. Prachtig van Bakic tot bij Xades. Met links trappen van op afstand. Recht op Romo. Dit goed. Altamari had gekund. Maar dit is ook prachtig tot bij Mathieu Maartens. Opnieuw Mercier die bal oppikt. Bal net te ver. En dan was daar Guzul. En die zat te laat in die tackle. Hij gaat op de bon, krijgt de gele kaart. Sata Guzul. Dat Beku gaat jagen. Kamasoa. En dan het balverlies aan Quirijn. Het mag van Aalen. En dan meteen het schot in de korte hoek van Xades. Go. Soa met Mercier. Mercier meteen brengen. Ver. En dan een tweede paal. Jemelka terug voor. Aan de kopbal. En het doelpunt. En dan de 1-0 voor Royal Leuven. Weer een ingestudeerd nummer. En het komt er weer uit. Het is Ngawa die hem maakt. Het lukt weer bij Royal Leuven. Het kast het hoofd van Ngawa en de voet van Aguzul. Maar op dat beeld kunnen wij dat onmogelijk zien. Wel een goede sprong hoor van Pierre-Yves Ngawa. Bakic, goed wegdraaien. Bakic. En dan terug opnieuw hier op de flank. Daar Quirijn met de voorzet laag. Noeré. En dan Olinga. Olinga trappen. Nee, niet goed genoeg. Te zwak afgedrukt. En dus eigenlijk geen problemen voor Rome. Want Tamari pikt wel op door het aandringen van Maartens. Mercier in een zakdoek. Komt eruit. Had Tamari trappen. Maar dat schotje is te zwak. Boka brengt hem. Voorzet te kort. Ja, dan Xades hem oppikt, weer van op pas staan. Xades en de redding van Romo. Hij heeft een goed schot. Bruno Xades, de derde keer dat hij trapt. Dit was de beste. En Rafael Romo. Het was van ver. Aannemen en dan meteen met die linker weer. Draaiende bal. Hij moest ertussen zitten hoor. De bal ging binnen. En hier komt de hoekschop. Dan blijft die bal naar weer hangen. De omhaal. En dan kan Romo die ballen oppikken. Het was Quirijnen met de omhaal. Aannemen, even tijd maken voor zichzelf. En nu kan hij komen. Soa op links, daar ligt de ruimte. Soa op links, Henri kiest toch voor Altamari. Altamari, bal te ver van de voet. En dan de tackle van Aguzul. Geen strafschop, de ruimte lag links bij Kamal Soa. Maar Olinga moest er meer mee doen met zijn kans. Mercier vindt de Norre. De Norre nog altijd. De Norre terug tot bij Mercier. Mercier meegeeft van Henri. En Henri kraalt het binnen. Jawel, 2-0. En dan hebben we hier het negende doelpunt van Henri. En vooral assist nummer 10 van Xavier Mercier. Goeie aanval met Casper de Norre. En die assist die verdient hij wel, Xavier Mercier. Moet in elke goede actie in deze helft. En ook hier kijk. Met de Norre wel die actie maken, overzicht houden. En ik denk net geen buitenspel omdat Boka terugkomt. Niet zelf trappen, het overzicht houden. Henri in één tijd met zijn linker via de paal binnen. En 2-0 en dan Malinov, Soa. Uiteindelijk komt Wesley Aal terug op de fout. En dan krijgt ook Briem nog een gele kaart. Niet meteen Mini gelanceerd. Mini
gaat die bal voorbrengen. Goede kap wil trappen. Verste paal, nee. Verste paal, lag de ruimte bij. Vekermans heeft gelijk. Brim brengt een goede voorzet. Dat kost uit de kop al, kopt hem erover. Dat geeft 6 minuten extra tijd. Messier, goede aanname weer. Grote brug. Ja, dat was dan een fout, maar uiteindelijk Henri snel genoeg om bij die bal te zijn. Henri met Sylvestre. Henri, nog een keer. Henri trapt hem in het zijnet. Prachtige actie van Thomas Henri. Heeft hij al een keer bij Moeskroen gezeten. Hij is op de Waregem zelfs in de jeugd. En dan uiteindelijk bij Lille beland. Maar een ideale fluit voor het einde van de match. Boa Leuven wint met 2-0 van Moeskroen.